Even de kennismaking. Marcel heeft ons al aangekondigd. Ik ben Jaap Koelewijn. Ik heb economie gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Ben gepromoveerd op bankentoezicht. Ik heb in de financiële sector gewerkt. Werk sinds een aantal jaren voor mezelf, 14 jaar al. En ik richt mij op toezicht op onder andere pensioenfondsen, visitaties, ben vaak deskundige. Vincent. Dankjewel Jaap. Mijn achtergrond is een studie economie en accountancy aan de UvA. En ik ben capital market specialist bij de Nederlandse Bank geworden. Ik heb van 1993 tot 2006 verschillende functies vervuld, onder andere CFO bij AVR en Achmea Pensioenen en adviseur bij NHG. En ik was toezichthouder bij de Nederlandse Bank en daarbij hield ik toezicht op de bankensector. Verder ben ik op dit ogenblik kerndocent voor de accountancyopleiding Postmaster aan Nijrode en aan de VU voor de compliance en integriteitsmanagementopleiding. Ik heb na 2007 verschillende commissariaten vervuld en ik ben partner bij Compliant & More en samen met Jaap verrichten wij visitaties bij trustkantoren. Ja. Algemene observaties die we doen. Even kijken naar wat in de sector gebeurt. Vertrouwen in de sector is laag, ondanks het aantal jaren herstel is er nog steeds weinig vertrouwen in de sector. Vincent, kun jij de Financial Trust Index toelichten? Ja, er is een onderzoek geweest naar hoe het publiek de financiële sector ervaart, met name de bankensector. En daaruit blijkt dat het vertrouwen zeer laag is in de banken. Uiteraard verschilt dat wel per bank. Rabobank had een hoger vertrouwen dan bijvoorbeeld ING en SNS Bank. Maar overal lag het ergens rond de 4. Het enige waarbij het publiek wel aangaf vertrouwen te hebben, was bij het spaargeld. En dat was met name natuurlijk ingegeven door het depositogarantiestelsel. Maar overal blijkt door de jaren heen dat het vertrouwen in het publiek, van het publiek, erg laag blijft in de financiële sector, evenals bij de verzekeraars. Nou, trustkantoren hebben ook last van een slecht imago, dat ze uit de recente berichtgeving duidelijk worden. En dat heeft vooral te maken met het feit dat met name zaken als tax evasion, het opzetten van constructies, heel erg slecht vallen. Dus je kunt zeggen, ongeacht wat de instellingen doen, het vertrouwen is laag. Men voelt wantrouwen tegenover alles wat met geld te maken heeft. En voor de trustsector geldt dat ze lang onder radar hebben gefunctioneerd. En nu opeens wordt bekend dat daar miljarden omgaan. En dan krijg ik de vraag, en wat gebeurt daar in die sector? Dus het gaat ook om de maatschappelijke rol die jullie hebben, wat de samenleving van vindt. En daar word je keihard mee geconfronteerd. Wat kunnen we in het algemeen constateren in deze wereld? Er is veel onmacht bij het grote publiek. Ontevredenheid, ongenoegen, ongeloof. Nou, we gaan daar niet al te ver op door, maar ja, loop maar zond op een feestje en vertel dat je op het trustkantoor werkt, dan doe je liever iets anders. En daarbij is natuurlijk het moeilijke dat wij rationele mensen zijn en het managen van sentiment veel moeilijker is om het wantrouwen weg te gaan nemen. En dat kan je weliswaar op basis van harde feiten doen, maar je wordt gewoon niet meer geloofd. En elke keer, met name via social media, wordt er natuurlijk toch wel vraagtekens bij harde feiten gesteld. Nou, dan heb je een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Grote verschillen in inkomen, verdwijnende middenklasse. Dus men denkt, ja, zie je wel, die rijken die toch wel rijk zijn, de 1%, die wordt nog rijk, vindt ze. Ja, en daarbij is natuurlijk wat we nu zien, de verdwijnende middenklasse. In Amerika is dat al langer gaande. De middenklasse die 60% uitmaakte van het maatschappelijk verkeer is wegkwijnende. Of je hoort tot de wat lagere klasse of je behoort tot die top zoveel van de rijken. En dan zien we een algemeen probleem en dat raakt ook de trustkantoren. Verdienmodellen staan onder druk. Waar je vroeger als accountant, trustkantoor of advocaat een factuur over schutting kon gooien die betaald werd, zie je dat de klant toenemende mate zich bewust wordt van de kosten die er zijn, vraagt om uitleg en transparantie en je merkt ook dat bijvoorbeeld bij de accountancy stukken van de dienstverlening van accountant uit de hele waardeketen worden geknipt. Ligt er nou weer eruit? Nee. Nee, oké. En dat zie je ook bij de trustkantoren. Daar zie je dat ook de klant begrijpt dat hij voor eenvoudige vormen van dienstverlening niet hoeft te betalen. Onderhandelt over de prijzen en druk zet op de trustkantoren. En aan de andere kant zie je dat bij de trustkantoren zelf, door het feit dat er heel veel private equity in zit, die de duimschroeven aandraaien qua rentabiliteit,
er ook een druk is op het verdienmodel, omdat men gewoon waarde moet genereren, cashflow moet genereren voor de aandeelhouder. Denk ook even aan wat er gebeurt in bijvoorbeeld het notariaat. Hè. Via internet kan je kijken waar de laagste prijs te krijgen is om een akte te passeren. Hetzelfde is gaande op dit ogenblik in de juridische sector, waarbij internetdienstverlening, juridische internetdienstverlening gaande is tegen hele andere prijzen en met een hele andere opzet. Eerst namelijk help jezelf en daarna gespecialiseerd, waardoor overal er een geweldige prijsdruk gaat ontstaan, ook bijvoorbeeld in de advocatuur. Wat is nou specifiek voor de trustsector? Voor de duidelijkheid, we zeggen niet wat we nu vertellen dat het zo is, maar men denkt dat het zo is. Je wordt beschuldigd van een opgavenbelastingen, het uit zicht houden van vermogen, dat je meewerkt aan geldstromen waarvan je af kunt vragen of het allemaal wel zo kosher is. We lazen vanmorgen nog in de krant dat de afgelopen tijd er 3 miljard aan spaargeld is teruggemeld vanuit Zwitserland en Luxemburg. Dat zat daar dus eerst gewoon zwart. En dat bevestigt weer het beeld van, zie je wel, de hele wereld werkt mee aan het uitzicht houden van fiscale interessante stromen. Nou is wat de trustsector doet voor een heel groot deel, ik wil niet zeggen legaal, maar bijvoorbeeld het voorkomen van dubbele belastingheffing. Maar dat argument landt steeds minder goed. En wat je ook ziet, ja? Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de deelnemingsvrijstelling. In heel veel Europese landen is het zo dat de lokale entiteit belasting moeten betalen en daarna over het dividend nogmaals belasting betaald moet worden. In Nederland kennen wij de deelnemingsvrijstelling. Overigens wordt die nu in Engeland ook ingevoerd of is misschien al ingevoerd. Dus je ziet dat een volstrekt logische constructie, het voorkomen van dubbele belasting, dat daar toch ook door het publiek vraagtekens bij gesteld worden. En er is natuurlijk competitie geweest tussen overheden om klanten naar zich toe te lokken met lage tarieven. En je zult zien, dan mag ik aannemen, dat men binnen Europa in elk geval probeert te streven naar het creëren van een level playing field. Ter afronding van deze sheet, we zeggen niet dat het zo is, maar er wordt wel druk gezet. En DNB is natuurlijk zichzelf belangrijk te maken, dus die doet onderzoek naar communautair vennootschap en gaat volgens heel hard in de pers beroeren dat we allemaal weer niet deugd. En dat ziet iedereen geweldig. Het gaat niet om de feiten, het gaat niet om de bedragen, het gaat om wat men denkt dat er gebeurt. En datzelfde geldt door de onlangs verschenen OESO-berichtgeving over de rechtvaardiging van belastingheffing, waar eigenlijk dezelfde argumenten gebruikt worden. De arme landen, daar vindt productie plaats, daar wordt lage belasting betaald of alle winsten worden weggesluist naar de rijke landen. En dat gevoel dat is natuurlijk makkelijk op te roepen, maar heel moeilijk te weerleggen. Zo las ik een tijd geleden zelf dat je hebt nu ook profiteurs van de hypotheekrenteaftrek. En toen dacht ik bij mezelf, was een SP-kamer die dat opzij, die woont ook in een koophuis en dat is ook een profiteur. Goed, de meer afstandelijke blik. Even terugkijken, wat doet de sector nou precies? Die verleent diensten aan particulieren en bedrijven die gewoon hun vermogen willen optimaliseren. Rendement of belastingdruk willen beheersen. Daar willen brengen waar het veilig is, waar het ook uit de handen kan blijven van de grijpgraag Poetins van deze wereld. Er wordt bestuur gevoerd over vermogens. Je helpt mee bij het afwikkelen van grote internationale transacties. Vincent. En ik denk dat met name het veiligstellen, dat nog wel eens vergeten wordt. We hebben natuurlijk een uitermate stabiel sociaal en economisch stelsel in Nederland, of in het algemeen gesproken in West-Europa, maar met name in Nederland. En daardoor is het natuurlijk zeer prettig om hier in Nederland, of bijvoorbeeld ook in Londen, gevestigd te zijn. Over hoe snel bordjes verhangen kunnen worden. De vriendenkliek rondom de bestuurders van Oekraïne, die zat natuurlijk voor een deel ook met zijn vermogen in Nederland. Die president wordt er weggestuurd en volgens roepen wij met z'n allen, die boeven, dat geld moet bevroren worden. Dat waren 3 maanden geleden nog legaal gekozen bestuurders. Voor zover binnen Europa iemand democratisch en legaal gekozen, binnen Oekraïne iemand democratisch en legaal benoemd kan worden. Ja, geeft wel aan met welke politieke risico's je te doen hebt als sector, wat nu nog een net land is, een semi-net land,
zal volgende week een minderheid land zijn of helemaal in de band zijn gedaan. In deze tijd transparantie, waarin eigenlijk alles maar publiek moet zijn, heb je een sector die het groot belang heeft bij discretie. Want als je je vermogen wilt veiligstellen, dan wil je natuurlijk niet dat iedereen weet waar je het veiligstelt en hoeveel het dan wel niet is. Ja, en dat wordt nu net heel slecht ervaren in deze tijd van transparantie. Alles moet openbaar worden gemaakt. Dat maakt het wel eens lastig. Vincent? Het bestuur over vermogens afwikkelen transacties is natuurlijk een belangrijke activiteit. We kennen natuurlijk allemaal de kamertjes die gevestigd zijn in de kantoren waarbij dan de holdingactiviteiten verricht worden. En ik wil wel zeggen dat als we daarnaar kijken, dat substance natuurlijk ook voor het publiek een steeds belangrijk element gaat worden. Als je ergens activiteiten verricht, moet het ook feitelijk plaatsvinden. Dan wil ik door naar de volgende sheet. En dat is eigenlijk de vraag of de systemen die we geïmplementeerd hebben, en met name SOX bijvoorbeeld en andere wetgeving, nou maar eigenlijk echt wel werken. Als je SOX ziet, begin na de Enron-affaire en Rank Xerox, laten we die ook niet vergeten, affaire ingevoerd. Oude wetgeving die in Amerika geïmplementeerd is en heel erg kostbaar geweest is. De schattingen zijn dat het 4-5% van het bruto nationale product van de Verenigde Staten heeft gekost. Dan zie je dat de SOX-wetgeving de crisis niet heeft kunnen voorkomen. At the end of the day bleek dat de SOX-maatregelen de controls en de in-control stelsels niet gefunctioneerd hebben. Nou, dan hebben we natuurlijk een paar pregnante voorbeelden op dit ogenblik. Vestia is natuurlijk al iets ouder en dan komt ook de toon at the top bovenwaaien als belangrijk element het narcisme van bestuurders. Imtech, het in control zijn van buitenlandse activiteiten. KPMG heeft natuurlijk een hele eigen dynamiek gekregen. En de vraag is of zij dus ook in staat zijn om voldoende te recoveren hierna. SNS Reaal, je ziet dat men in vreemde activiteiten gestart is om maar mee te doen met de grote jongens. En uiteindelijk bleek dit zoveel kapitaal te kosten dat ze het niet gered hebben. Plus nog allerlei integriteitsaffaires die daar gespeeld zijn. Gaan we door naar het volgende sheet. En dan is de vraag, wat zijn de ontwikkelingen? Nou, ik denk dat het klimaat zo ver tegen je is dat heel moeilijk te dealen valt. Met het feit dat je niet volledig transparant bent, dat je niet volledig alle informatie geeft. In de financiële sector is natuurlijk discretie en vertrouwen een zeer noodzakelijke voorwaarde, want je wilt natuurlijk ook voorkomen dat mensen speelbal worden van het publieke sentiment. En wat interessant is, Jaap, dat ik verneem dat bijvoorbeeld Zwitserse banken steeds meer Nederlandse cliënten of Europese cliënten bij zich roepen en dat de rekening gesloten wordt binnen 3-6 maanden, omdat ook zelfs een land als Zwitserland niet meer in opspraak wil raken, omdat zij bestempeld worden als een kapitaalvluchtland. Ja, helpt ook mee dat de bank UBS even een paar miljard boete heeft gekregen wegens zwart geldpraktijken. Maar je ziet dat het klimaat, het maatschappelijk klimaat, steeds minder tolerant wordt. Dan ben je de trustsector. Je helpt het structureren en optimaliseren van vermogen. Dan kun je ook voorstellen dat je klanten aantrekt die op zijn zachtst uitgedrukt wat minder betrouwbaar zijn. Die proberen natuurlijk altijd ergens het systeem binnen te komen. En men zoekt natuurlijk altijd waar het gaat naar het laagste punt. Dat land op, die partij op, waar het makkelijkst kan. Zo is het. Wat je ook ziet is dat toezichthouders ook steeds minder behoefte hebben om met allerlei, wat we noemen, duistere praktijken in het verband gebracht te worden. En ja, wat heel vervelend is, maar dat zie je altijd, dat zag je bij de Rabobank met de hele Librarygate. Die 10 mannen en vrouwen die hebben gerold met de cliënten, die bepalen op een gegeven moment het beeld van de hele bank. Nou vind ik het wat makkelijk om te zeggen dat het maar 10 mensen waren, want die hadden ook bazen en bovenbazen. Maar het klimaat, de sfeer rondom een bank of een sector, wordt daardoor heel sterk bepaald. Hoe zou dat kunnen oplossen? In ieder geval zelfredzaamheid van de sector zelf. Hoe formuleer je nou als collectief normen van dingen die we graag willen, waarvan je zegt, die moeten boven een bepaald wettelijk minimum liggen? Dan kun je roepen, waar maak je nou druk op? Nou, je ziet dat
de toezichthouders in toenemende mate sturen de afgelopen 10 jaar op het gegeven dat sectoren zelf hun eigen winkels, straatje, sector moeten beheren. Hun eigen normering is daarbij heel erg relevant. En wat we vooral willen benadrukken is dat wettelijk minimum, wat we nog steeds tegenkomen, de statement, ja maar we voldoen toch aan de wet, vrij dodelijk is als opmerking, dat wordt niet meer geaccepteerd. Vooral niet in het publieke debat, dat je staat te stellen, het mocht allemaal, we hebben het lekker toch gedaan, dan moet je toch even uitleggen waarom jij zaken doet met een bedrijf dat kinderarbeid in Bangladesh mogelijk maakt. Heb je dat geschied? Heb je daarna gevraagd? Wist je ervan? En dan kun je zeggen, ja, die hele discussie over ketenaansprakelijkheid wil ik niet aangaan. Uiteindelijk is het wel iets waar je rekenschap van moet geven. Als het erom gaat, en dat is heel belangrijk, dat je kunt uitleggen waarom je dingen hebt gedaan. De telefoon erop smijten van geen commentaar, dat kan tegenwoordig niet. Nou, je ziet dat er allemaal professionele beroepsgroepen zijn die hun eigen normenkader hebben, plus handhaving. En vroeg of laat zal ook de trustsector daarin mee moeten gaan. Dan kom ik op het volgende issue, dat is interne toezicht. Wat doe jij voor pogingen, wat doe jij voor activiteiten om je eigen kwaliteit op orde te houden? Want je ziet ook dat toezichthouders steeds meer letten op van hoe houdt de sector zich goed onder controle, wat doen ze er zelf aan, en aan de hand daarvan bepaalt de toezichthouder waar de prioriteit gaat leggen. Dus je hebt er ook op een gegeven moment zelf belang bij om de zaken goed te doen. Denk even parallel wat er bij de accountants gebeurd is. In eerste instantie de MBA, voorheen NIVRA, ging eigen audits uitvoeren, een eigen kwaliteitsstelsel ontwikkelen. Uiteindelijk is dat onvoldoende gebleken en heeft de AFM ook ingegrepen. En je ziet dat het dan een tandje erger en met name een tandje formalistischer gaat. Dus het vakmanschap gaat verloren en het formalistische, het procedurele, begint steeds belangrijker te worden. De sector moet zich dus rekenschap geven van hoe de maatschappij veranderd is. Wij merken zelf in gesprekken met trustkantoren dat er wel eens wordt gereageerd, ja zeg, daar hebben wij toch helemaal niks mee te maken, wij doen ons werk, laat ons met rust. Je komt in deze tijd van transparantie, kom je er niet meer aan dat je dingen wel doet. De sector zal dus zelf een normenkader moeten formuleren op het gebied van integriteit, op de duurzaamheid, de maatschappelijke en de politieke duurzaamheid, en zich over daarop moeten verantwoorden. Kortom, je moet zelf dingen doen. En wat een heel belangrijk discussiepunt is, en daar zijn wij zelf nog niet uit hoe je dat moet regelen, is hoe je omgaat met de ketenintegratie. Als jij zaken doet met een bedrijf dat dochter heeft wat rottige dingen doet, in hoeverre ben je daarvoor verantwoordelijk? En daarvan hebben we prachtige voorbeelden. Uiteindelijk een entiteit hebben in Bangladesh die weer in een tussenholding valt, die in Nederland bijvoorbeeld gevestigd is. Daar kan je ogen voor sluiten voor wat er eerder in de keten gebeurt. Uiteindelijk is die ketenintegratie van de wieg tot het graf heel erg relevant. Als je kijkt wat er bijvoorbeeld bij Ahold gebeurt, of bij supermarkten in het algemeen, zij weten waar een kropje sla, van welk stukje land dat komt, en dat werkt door in de hele keten, tot en met uiteindelijk de consument die het koopt. Hè? Want we hebben natuurlijk ook nog degene die met zijn pasje, of hoe heet dat, zijn klantkaart, uiteindelijk betalen gaat. Nou, deze ketenintegratie en deze ketenverantwoordelijkheid, merken wij, wordt nog onvoldoende in de sector gevoeld. En we denken dat dit een belangrijk argument is om daar verder over te gaan denken. Wat we dus zeggen, integer gedrag is niet je houden aan de regels, compliance. Het is bereidheid om afweging te maken, keuzes te maken, hierover te verantwoorden. En dus ook te zeggen, ik doe met deze klant, hoewel die aantrekkelijk is en hoewel het doet wat hij mag, wat hij doet dat mag in strikte zin, willen wij toch met een klant als deze geen zaken doen. En ik wil nog één ding toelichten rond ketenintegratie. Wat uitdagend hierin is, is dat het accountantskantoren zijn die vaak constructies bedenken samen met fiscalisten van de grote advocatenkantoren. Als je kijkt naar de verantwoordelijkheid van de trustsector, die feitelijk uitvoerend is, zit daar ook een verantwoordelijkheid. En dan kom je toch ook weer bij de Big Four terecht. Ook de lokale Big Four kom je natuurlijk heel vaak tegen als feeder voor de constructies die de trustkantoren opzetten. Invulling, we gaan het kort houden, want we kunnen even door naar de belangrijke zaken. Je moet als sector zelf je normen formuleren, je moet zelf best practices doen.
Zul je ook met collega-kantoren moeten overleggen. Niet ieder voor zich, maar toch meer met elkaar. Daar hoort dus ook een systeem van visitatie en peer review bij. En die visitatie houdt in dat er extern is gekeken wordt van hoe heb je dat nou gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Welke afwegingen heb je gemaakt? Wij geven geen rapportcijfers, worden geen stempels gedrukt, er zijn ook geen toezichthouders. Maar we willen meewerken aan het rust maken en activeren van het zelfreinigend vermogen van de sector. En ik denk dat daarbij, dat hebben wij beide gemerkt, die het gesprek erover hebben is relevant, het proces is relevant. De uitkomst zal dan ook vanzelf gedocumenteerd zijn en zal ook veel meer maatschappelijke afwegingen in zich hebben. We willen ook expliciet zeggen, het is geen substituut voor toezicht. Hè. We hebben gewoon een minimale legal set, wettelijke set. En dit is een nieuwe ontwikkeling die er bovenop komt. Er wordt dus gewerkt aan het opzetten van een visitatiesysteem voor de kantoren die lid zijn van 100 Questor. Daar wordt nogal over besloten. Het is al niet formeel besloten, maar laten we dat even zeggen. Maar wat wij doen, wat gaat gebeuren bij visitaties, is dat je niet alleen kijkt van hoe is alles al ingeregeld, welke stempeltjes zitten op de dossiers, daar kijkt DNB wel naar. Waar het ons gaat, is dat je een aantal kaarsposities bekijkt, waarvan je zegt, dit zijn nou interessante dingen, hier willen we nou even op doorgaan. Dat is de bedoeling van het hele systeem. En wat we ook doen is niet alleen vanuit het toezichtsinvalshoek gaan kijken van mag dit, maar ook of kan dit, ook met een maatschappelijk invalshoek, vinden we dit goed. Vinden wij het goed dat de Russische klant via een tussenhol in Luxemburg in Nederland terechtkomt, dan weer uiteindelijk in een goudmijn in Afrika zijn geld investeert. Wat zit erachter, wat gebeurt er in die keten? Daarbij is dan belangrijk dat het pluskantoor zich ervan vergewist heeft van de integriteit van de Russische partij. De doorwerking in Afrika, denk even aan kinderarbeid of arbeidsomstandigheden, is uiteraard daarbij ook van belang. Dus je hele ketendocumentatie is daarbij een zeer relevant aspect. Ja, en daarbij gaat het toch verder en dat maakt het toch kostbaarder om deze functie te kunnen vervullen als trustkantoor. Goed, dan wilde misschien nog, we zijn een beetje vlot doorheen gegaan. We hebben nog wel even tijd om. Okay. Dus misschien is het nu goed om even de gelegenheid te geven via de chat tot het beantwoorden van vragen. Ja. Want we hebben nu even heel globaal dingen aangekaart. We willen in de volgende sessie doorgaan met over issues over hoe je grip op compliance kunt krijgen, welke casuspositie je hebt. Maar misschien is het handig dat we nu eventjes wat verder doorgaan op vragen die bij jullie kunnen leven, die via de chat gesteld kunnen worden. En nou, dan even kijken of je het kan zien. Ja, nogmaals, de chatfunctie zit bovenin. Dus zodra ik zit nu een klein groen balkje bovenin. Als u daar naartoe gaat met de muis, ziet u een blauwe balk met de mogelijkheid om te chatten. Dus Vincent en Jaap zijn bij ons tot het eind van het webinar. Dus we kunnen dat ook zeg maar na de presentatie van Paul nog beantwoorden. Dus ja, graag via de chatfunctie uw vraag stellen en dan komen we daarop terug. Ik wil nu dan Jaap en Vincent van harte bedanken voor het eerste deel van de presentatie. En nu gaan we door naar Paul Hoemers, die is al eerder gezegd Risk en Compliance Specialist bij LexisNexis. En hij heeft een achtergrond in compliance. Hij zal ons meer vertellen over de technische tools en content ondersteuning die u kunnen helpen in uw dagelijkse praktijk als compliance specialist. Dankjewel Marcella. Nou, zoals we net al hebben gehoord, is transparantie en inzicht in wie je zaken doet en waar die zijn doel op richt, uiterst belangrijk. En er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om dat zelf te onderzoeken. En wij, als van LexisNexis, hebben in ieder geval één van die mogelijkheden, die is diligence. En daarmee ben je eigenlijk in staat om heel snel, heel eenvoudig, heel veel bronnen bij elkaar te voegen. Middels een speciaal gecreëerde report builder functie kun je daar dan ook heel eenvoudig een order trail van opzetten. Zodat je dat kan overhandigen aan een risk management afdeling of een compliance afdeling of in ieder geval een afdeling die daar verder over gaat. Diligence zorgt ervoor dat u de informatie die er
op het net gevalideerd weliswaar bij elkaar kan krijgen. Kijk, heel veel partijen kiezen ook voor een tool zoals Google. En ik zal niet zeggen dat je Google niet zou moeten gebruiken, maar weet ze van doordrongen dat Google niet gevalideerd is. In een systeem zoals Diligence, zoals wij dat hebben dus, zijn alle bronnen gevalideerd, zijn alle bronnen gewoon echt. Dus de informatie die erin zit is ook gewoon reëel. We hebben daarin zitten de informatie die wij uit ervaring en uit de WFT-eisen hebben opgezet van nou, dit moet en dit is relevant en dit zou een partij minimaal moeten checken voor onboarding van nieuwe klanten of voor onboarding van third parties. En dan moet je echt denken aan webblijsten, sanctielijsten, de OFAC-lijsten, de VINRA-lijsten, alle internationale lijsten die er zo'n beetje zijn. Die zitten in het systeem en daar wordt een klant of een bedrijf die u eventueel wil onboarden, wordt daar langs gehouden en komt dan ook met een hit of met een terugkoppeling. Daarnaast zit er een hele grote archieffunctie in met nieuws. LexisNexis is onderdeel van Elsevier. En Elsevier heeft, zoals je natuurlijk waarschijnlijk weet, een enorme nieuwsdatabase en is op dat gebied enorm groot. Wij hebben daar toegang toe en wij maken daar ook gewoon gebruik van. Dus er zit in Diligence een update en een nieuwsfunctie. Zowel dagelijks nieuws, maar ook archief dus, maar ook een negatieve nieuwsfunctie. Dat wil eigenlijk zeggen dat je met het systeem een koppeling kan leggen tussen een naam van een potentiële klant en of deze klant eventueel negatief in het nieuws is geweest. Dit is een query die we hebben opgesteld en die gewoon meeloopt in het systeem. Daar kunt u ook uw eigen query aan toevoegen of u kunt uw eigen woorden aan toevoegen, net wat u wil. En dan krijg je als resultaat een uitkomst met daarin dus de naam van de persoon en de negatieve woorden in een artikel. Dat kan relevant zijn en het kan ook heel veel inzicht geven in van ja, willen we dat wel, willen we dat niet. Het audit trail, zoals gezegd, is natuurlijk belangrijk voor de algemene toezichthouder die Jaap en Vincent net aangaven. Die willen dat graag zien. Maar ook dat is weer iets wat je intern ook wil zien. Je wil gewoon weten waar zitten de problemen, waar kunnen problemen zijn. En die wil je gewoon gedocumenteerd hebben. Zo zie je vaak dat weblijsten bijvoorbeeld, die zijn natuurlijk online relevant. Niet zozeer om niet zaken te doen met klanten, maar gewoon om te weten dat iemand op zo'n lijst staat en dus een verhoogd risico is. Dat wil niet zeggen dat je er geen zaken mee mag doen of zou moeten doen, maar gewoon, hé, dit is een belangrijk persoon, daar lopen we iets meer risico, die moeten we dus iets beter in de gaten houden. Nou, dat is eigenlijk het enige wat zo'n lijst voor iemand kan doen. En mag ik één opmerking daar even opmaken? Kijk, het blijft natuurlijk altijd het probleem, hoe verder de mensen weg, hoe moeilijker vast te stellen dat ze zijn. Meneer Ho Min Tan, daar zul je er in China een paar honderd van hebben, net zoals meneer Janssen in Nederland. Dat betekent dat je nooit moet accepteren alleen maar wat uit de database komt. Vaak is goede due diligence op een PEP een combinatie van wat je uit de officiële bronnen haalt. Maar er is natuurlijk ook nog heel veel aanleiding om zachte informatie rondom de persoon op te vragen uit zijn netwerk en dergelijke. Als je tenminste gereden twijfels hebt. Ik heb trustkantoren die gaan gewoon ter plekke kijken en die gaan daar nog net in de lokale kroeg zitten. Maar toch, die proberen rondom een persoon te achterhalen van, is hij het echt of is hij een stroomman van een andere partij? Hoe reëel is nou zijn business of heeft hij zijn paspoort of zijn identiteit gekocht? Dat blijft natuurlijk moeilijke zaken om dat met zekerheid te kunnen vaststellen. Maar het is meestal de combinatie van en de harde informatie die je gewoon uit het publieke systeem kunt krijgen, en de softe informatie die je uit je eigen netwerk haalt. En die kan relevant zijn. Betekent ook dat als je in een bepaalde regio goed bent ingevoerd, dat je mogelijk misschien beter zaken kunt doen omdat je de lokale gewoontes kent. Maar je moet wel heel kritisch blijven ten opzichte van de bronnen die je gebruikt. Ja, helemaal juist. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Het systeem zoals dit geeft natuurlijk alleen informatie. De afweging of je wel of niet met iemand zaken wil doen blijft natuurlijk een afweging die je zelf moet maken op basis van je beleid, van je integriteit en van je doelstellingen. Dus die keuzes en die afweging, die zul je nog altijd zelf moeten maken.
Nou, misschien is het nu even een momentje om heel kort door het systeem zelf te laten lopen. Zodat je kan zien dat het een heel intuïtief systeem is, wat eigenlijk waar je niet zoveel lessen of opleiding of training voor moet hebben. Wat we wel doen is we geven een training omdat zoeken zelf ook in dit systeem toch wel een vak apart is. Dus we zullen daar wel een training voor geven dat je gericht en specifiek en helder kan zoeken. Maar hier zie je bijvoorbeeld op het eerste scherm de keuzes. Bij één zie je de keuzes die je kunt doen in het systeem. Je kan zoeken op personen, op bedrijven. En wat Jaap al aangaf, je kan ook hier landen bekijken om de achtergrond van landen te krijgen. Dus, de economische situatie, wie zit er in de regering, heeft jouw contact of heeft jouw potentiële klant contacten met iemand in de regering. Dan moet je toch al wel weer wat gaan opletten. Van ja, daar zit de zweem van corruptie en dat soort potentiële risico's zitten daar gewoon in. Verder zie je daaronder bij 3 een aantal zoekfuncties. Daarmee kun je voor jezelf een selectie maken van nou, waar wil ik nou mijn informatie uit hebben. Wil ik die uit van al het nieuws vanuit de hele wereld hebben of wil ik alleen nieuws uit Rusland omdat mijn klant daar toevallig werkt, woont en leeft. Die keuzes kun je allemaal maken. Daar zitten bedrijfsrapporten in, er zitten global profiles en Dun & Bradstreet zit erin. Kamer van Koophandel rapporten zover die gedeponeerd zijn, jaarverslagen. Daar kun je dus inderdaad gewoon, je krijgt een heel compleet beeld van een potentiële klant. Nou, wat ik al aangaf, de PEP-bronnen zitten erin, de sanctielijsten. En er zitten zelfs juridische bronnen in. We hebben natuurlijk naast rechtspraak.nl, dat erin zit, zitten we hieronder ook de Amerikaanse rechtspraak zit erin. De verdicts, de record appeals, al dat soort zaken zitten erin. Ook de Engelse rechtszaken zitten erin. En indien eventueel gewenst zouden we ook nog de Franse kunnen toevoegen. Als we dan op search drukken, op basis van onze gewenste informatie, krijgen we een resultaatpagina waar je aan de linkerkant ziet de bronnen waar die informatie vandaan is gekomen. En bij 6 zie je de resultaten van de artikelen. Dan zie je in het blauw de headlines en in het zwart zie je een deel van het artikel. Met daarin in het rood aangegeven de naam van de persoon die je hebt onderzocht en de reden waarom die eigenlijk met het artikel naar boven is gekomen. In dit geval staat de keuze op negatief nieuws. Dus krijg je alle combinaties van de man of de persoon die je zoekt of het bedrijf met negatieve woorden. Dus corruptie, faillissement, moord, dood, noem het maar op. Die combinaties pakt hij en krijg je dan te zien. Je kan hier een selectie maken in de meest relevante eerst of de nieuwste eerst. Of welke keuze je ook wil. Die is hier mogelijk. Meestal kies je natuurlijk voor het nieuwste, want je wilt de meest recente informatie hebben. Verder bij 8, als je naar het kopje 8 kijkt, zie je een aantal tapjes. Die tapjes relateren weer naar de eerste pagina die we net zagen. Vanaf de indeling van nieuws, aandeelhouders, directeuren, bedrijfsinformatie, PEP, sanctielijsten. Dus die hebben wel allemaal een eigen tapje. Dan krijg je bijvoorbeeld als een van de resultaten, om gewoon een voorbeeld te geven van de Bradstreet Global Profiles, dan krijg je dit te zien van met de persoon, zijn adres, eventueel het Dun & Bradstreet nummer, al dat soort gegevens worden hier weergegeven. En als we dan verder gaan, dan krijg je natuurlijk ook de mogelijkheid dat er geen informatie is gevonden. Maar dat kan voor een onderzoek net zo relevant zijn als dat er wel informatie is gevonden. Dus ook dit gegeven kun je opslaan. Je ziet rechts, zie je een groen pijltje met een document symbooltje. Als je daarop klikt, dan gaat deze pagina naar je audit report en wordt die opgeslagen. Dus dan weet je van nee, op dit moment was er over deze persoon geen informatie. Gaan we verder, dit is dan een voorbeeld van een PEP-lijst hit. Deze man staat natuurlijk op de PEP-lijst. Je krijgt dan een korte biografie waarom hij op de PEP-lijst staat. Er staat in dit geval zelfs een foto bij. Dus je zou dan kunnen kijken, is het de persoon die ik heb gezien, is het de persoon die ik heb gesproken. Dus je kan er echt heel veel uithalen. En als je dan verder gaat, dan zul je zien dat
even kijken. Dat je dus, nou ja, dat is nog een voorbeeld, sorry, dat is nog even een voorbeeld van een juridische bronnen. En dan uiteindelijk kun je je audit report kun je gaan downloaden. Ik adviseer de meeste mensen om dat toch in een PDF-formaat te doen. Het is weliswaar niet 100% waterdicht, maar het is in ieder geval dichter dan een Word-document of een ander soort document. Je kan dan ook nog eventueel commentaar toevoegen. Stel dat het is een onderzoek wat je doet op basis van een dossier, op basis van een klant, of nou, wat je maar wil. Dan kun je dat hier toevoegen. En als je dan verder gaat, dan krijg je dus dit als resultaatje te zien. Wanneer is het rapport aangemaakt, door wie is het aangemaakt, nou, eventuele onderzoeksinformatie, wat ik al zei, van het klantnummer, dossiernummer, wat je maar wil. En wie is er onderzocht? Nou, als je dan de volgende pagina bekijkt van je rapport, dan zie je van hey, dit zijn de gekozen documenten. Heel snel heb je die gewoon met één klik kun je die dus steeds inzetten. Je ziet van waar komen de bronnen vandaan, waar komt het document vandaan. En als je dan nog verder zou kijken, dan zit het volledige document er zelfs onder. Dus je hebt in één keer je hele audit report bij elkaar. En dat is eigenlijk heel in kort hoe een systeem als Diligence bijvoorbeeld zou kunnen ondersteunen bij het uitzoeken en het onderbouwen van ja, willen we deze klant wel of willen we deze klant niet. Ja, dan hebben we twee vragen ontvangen. Ja. De eerste vraag is privately, de andere van Pieter van der Akker is aan iedereen. En de eerste vraag is over trust business is een global business. We zijn al bekend als het beste jongetje van de klas met de WTT. En wat gaat het betekenen als die extra compliance kosten zouden komen voor onze internationale concurrentiepositie? Daar hebben wij zelf ook uitvoerig over gesproken, Jaap en ik. Ja, zeker. Ik trek toch even de parallel met een fenomeen wat SAS 70 IC3402 heet en de rapportages die daar gekomen zijn. Iedereen zei, het gaat veel te veel kosten, wat een onzin en wat moeten we ermee. Uiteindelijk heeft het een geweldig concurrentievoordeel gegeven en ook in Nederland, doordat wij daar als eerste mee begonnen zijn na de Verenigde Staten. Wij liggen hiervoor, het is wat dat betreft een geweldig kan compliance en integriteitsmanagement een geweldig concurrentievoordeel juist worden. Want landen die niet daaraan voldoen, en ik wil geen namen noemen, maar ze liggen wel heel erg dicht in de buurt. Of die ruimere, de Middellandse Zee. Of bij de Middellandse Zee, maar ook bijvoorbeeld Zwitserland, ja. Die helemaal terugkomt op de lage compliance eisen die gesteld werden, en met name de client acceptance. Je wordt er uiteindelijk keihard op afgerekend. En met name de wetgeving in de Verenigde Staten gaat heel erg ver en zal ook, heeft ook extra territoriale werking. En dat vergeten wij nog wel eens een keer. Dus als wij het hier goed op orde krijgen en wij een goede partner worden voor bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven, kunnen wij een geweldige stap voorwaarts gaan maken. De goede oude tijd, ik weet het nog bij accountantskantoren, vader en moeder aan een keukentafel die de boekhouding controleerde van een lokale aannemer, those days are over. En je moet niet denken, ook in de trustsector, dat dat zal blijven bestaan. Je zal je aan moeten passen aan nieuwe maatschappelijke normen. En dan kom ik op de vraag van Pieter van der Akker to everyone. DNB constateert in een nieuwsbrief van juli 2013 dat de trustsector te weinig meldingen van ongebruikte transacties maakt. Wat is nou de mening van de presentatoren hiervan, de oorzaken en wat de adviseren zij de sector hier aan te doen? Ja, dit is een heel opvallend fenomeen, want we hebben bij onze bezoek aan trustkantoren gemerkt dat er maar op zich binnen een trustkantoor weinig transacties plaatsvinden. Kijk, als ik een Rabobank of een ABN AMRO ben waar dag miljoenen transacties doorheen gaan, dan is de kans dat door mijn netwerken die ik heb, de filters die ik heb, dat daar verdachte transacties uitkomen volgens een bepaald algoritme. Heel groot, overigens zitten bij al die transacties heel veel foutmeldingen. Wat je nou ziet bij DNB is een beetje wat primitieve zorg, om het zo maar te zeggen. Ik weet dat DNB is meeluisterd, dus ik zal mij voorzichtig uitdrukken. Van ja, er gebeurt daar van alles en we zien te weinig dingen optreden. Dan zou je twee benaderingswijzen kunnen hebben, dan zou je kunnen zeggen, nou dan gaat het goed, want er worden weinig meldingen gedaan. Maar ja, wij zien ook wel eens dingen langskomen met trustkantoren waarvan je op zijn minst je af kunt vragen,
was dit nou niet meldingswaardig geweest? Ik denk dat het belangrijk is dat trustkantoren voor zichzelf bijhouden waarom zij wel of geen melding hebben gedaan en dat in hun records vastleggen. Ik vind niet dat je een melding moet doen om maar een melding te doen, want dan geef je op een gegeven moment wat in inlichtingtermen heet chicken food uit de toezichthouder. Je krijgt allemaal meldingen waar je niks mee kan. Daar schiet niemand wat mee op, behalve dat er weer een paar mensen van de straat zijn en in de sector en bij de toezichthouder. Ik vind dat je selectief moet zijn in meldingen, maar je kunt ook besluiten wel overwogen iets niet te melden, maar te registreren. Maar wat ik vind, wat de toezichthouder graag wil, is dat je als kantoor goed nadenkt over de vraag, waarom heb je wel of niet gemeld? Heb je daar jezelf rekenschap van gegeven? En als ze op visite komen en je hebt weinig melding gedaan, maar wel heel goed naar transacties gekeken en vastgelegd waarom je niet meldt, dan heb je veel meer vertrouwen dat je zegt, ja, ach ja, we gooien af en toe zijn melding over de schutting. Dus het gaat met name om het interne proces, hoe dat ingeregeld is. Als je ziet dat bij een tussenholding een stuk of 30 transacties per jaar plaatsvinden, de transacties gedocumenteerd zijn als eerste stap, en ten tweede, daar waar het afwijkend is, er een afweging gemaakt wordt en vastgelegd wordt, waarom al dan niet tot melding overgegaan wordt, dan zou dat op zich voldoende moeten zijn. Nu komt de volgende vraag. Volgens de branchevereniging op Questor wordt het lage aantal meldingen onder meer veroorzaakt door de beeldbelangen die de trustbestuurders hier dikwijls bij hebben. Wat is het belang van de presentator? Ja, ik begrijp die vraag wel, want een melding doen kan voor de klant grote consequenties hebben. En zelfs als de melding achteraf gezien onterecht was, dan heb je kans dat een onderzoek wordt ingesteld en daar weet de klant natuurlijk deksels goed uit welke hoek je melding is gekomen. Ja, een melding doen doet pijn, kan je ook klant kosten en een integer beleid op een trustkantoor betekent dat je misschien wel klanten van je afhoudt. Ja. En dat is dan net het hele dilemma, dat zie je natuurlijk in accountancy, dat zie je ook in het onderwijs, advocaten. De klant wil wel betalen, maar de vraag is of je zuiver blijft handelen. Nou, en hier is dus de vraag van hoe zuiver handel je, wat is de cultuur van je kantoor? En heb jij inderdaad op een gegeven moment het besluit genomen om klanten, een bepaalde categorie klanten, niet aan te nemen? Dan kom je commercieel gezien voor een hele interessante uitdaging te staan. Want als je gaat voor kwaliteit, trek je een andere league klanten aan. Als jij goede kwaliteit levert, integer bent, goede service verleent, trek je een andere kwaliteit klanten aan. Kun je ook beter tarief vragen. Er zijn ook klanten die zeggen, ik wil bij een goed trustkantoor, want ik wil niet geassocieerd worden met een obscuur trustkantoortje ergens in de achterbuurt van de Middellandse Zeeland of op de Kanareilanden. Dat betekent dat omgaan met je commerciële belang impliceert dat je nadenkt over de vraag waar je wil staan binnen de sector, hoe jij bekend wil staan. Mag ik even een voorbeeld vertellen uit mijn eerste onderzoek wat ik deed op de universiteit. Op een gegeven moment waren er hypotheekbanken, die stonden erom bekend als je er kwam. Dan werden er geen vragen gesteld, de notaris werkte altijd mee. Er werd niet raar opgekeken als er dan contant geld over de tafel heen ging. Ja, die hypotheekbanken vielen natuurlijk bij het eerste beste zuchtje tegenwind vielen ze om, omdat het gewoon gammele organisaties waren. Toen het goed ging profiteerden ze, want water stroomde naar het laatste punt en mensen met geld willen graag bij je komen. Maar dat ben je ook zo kwijt als het een keertje tegenvalt. Trustkantoren staan voor een vergelijkbaar dilemma. Dat betekent dat als je de sector echt op orde wil krijgen en echt schoon wil krijgen, dat het heel goed denkbaar is dat er klantgroepen zijn, individuele klanten of klanten uit bepaalde sectoren, waarvan je zegt het is misschien wel beter dat wij daar geen zaken mee doen, andere zaken mee doen of minder zaken mee doen. En dat kost geld. Zo is het. Het kost omzet. En dat is iets waar een pijnlijk dal waar je even doorheen zal moeten. Wij zijn ervan overtuigd dat at the end of the day je er meer aan over gaat houden, omdat je een hele gedegen internationaal aansprekende sector.